Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Bergendal heeft dinsdagmiddag de deelnemers van de fietstocht Giroesbeek uitgezwaaid. Dat gebeurde bij het gemeentehuis in Groesbeek. Slinkman gaf de deelnemers nog een pakketje met lokale producten mee. Sandra Bloks, Piet Visser, Henk Godschalk, Lucie Godschalk en Wim Hoeben vertrekken woensdagochtend met een camper naar het Oostenrijkse Westendorf. Op 11 mei 2018 start hun tocht. Het is de bedoeling dat zij in 9 dagen lang terugfietsen naar Groesbeek. Een rit van zo'n 850 kilometer. Ieder jaar wordt de tocht gekoppeld aan een goed doel. Dit jaar is dat de kindervakantieweek Groesbeek. Dat deze zomer het 50-jarig jubileum viert.